In de inspirerende omgeving hier binnen de muren van het Trappistenklooster aan de Koningshoeve in Tilburg vond afgelopen vrijdag een hele speciale ontmoeting plaats. De zogenaamde Koningshoeve-ontmoeting. De Koningshoeve-ontmoeting is een bijeenkomst waarin bestuurlijk, politiek, cultureel, ondernemend en sportief Brabant elkaar ontmoet. Dit jaar heeft deze ontmoeting voor de 10e keer plaats. Als speciale inleider, of als gastspreker, is aanwezig de heer René van der Linden, de voorzitter van de Eerste Kamer. Een korte impressie van dit gebeuren. Een van de aanwezigen op deze ontmoeting is de Tilburgse ondernemer, de heer Melis. Meneer Melis, u bent hier niet alleen als ondernemer, maar u bent ook lid van het comité van aanbeveling van de Koningshoeve bijeenkomst. Wat maakt nu eigenlijk het aanbevelen de moeite waard? Nou, het aanbevelen de moeite maakt is dat het een fantastische bijeenkomst is. Ik ben als erevoorzitter van de Kamer van Koophandel eigenlijk ook bij die organisatie betrokken. Een evenement wat georganiseerd wordt door de Lions Club in Tilburg. Een aantal enthousiaste mensen van onze club hebben 10 jaar geleden eigenlijk dit initiatief genomen. En het is echt een traditie geworden waar ondernemend Brabant en politiek Brabant op die eerste vrijdag van september ieder jaar bij elkaar komen. Om met elkaar eens van de gedachten te wisselen over de stand van zaken. En een nieuwe start te maken voor het ondernemersjaar vanaf september. En dat is een prachtig initiatief en dat moet je ook eigenlijk koesteren. Want daar leeft iedereen toch een beetje naartoe. En daar zetten ze de agenda voor neer. En zo krijg je ook die speelse relatie tussen de politiek op een andere manier en het ondernemerschap aan de andere kant. Ja, in deze tijden, wanneer het allemaal toch wel moeilijker is, is het ook belangrijk dat die communicatie op deze manier ook veel beter tot stand komt. Als we kijken naar de maatschappelijke betrokkenheid met betrekking tot het geheel. Is er, en dat is een typisch Nederlandse vraag natuurlijk, is er ook nergens een goed doel wat er beter van wordt? Ja, natuurlijk. Het is zo dat uiteindelijk het ontsproten is aan het feit van dat het extra zou opleveren en dat geld dan naar een goed doel gaat. En de afgelopen jaren hebben we een groot aantal projecten ondersteund. Onder andere van een van onze medelijners, Frank Vernooy, die in Tanzania dus een prachtige projecten heeft gerealiseerd. Waarvan dus de middelen die hier vrijkomen, weer verdubbeld door Wilde Ganzen, als het dan beantwoord aan die delen, een substantiële bijdrage. Dus je hebt hier een win-win situatie, je kunt het nuttig en het aangenaam met elkaar verenigen. Dames en heren, graag uw aandacht. Ik ben Willem Kuipers, voorzitter van de Stichting Koningshoeve Ontmoeting. Ik mag u mede namens mijn bestuursleden Frank van Wegen en Fons Zeelaert hartelijk welkom heten op de 11e Koningshoeve Ontmoeting. Ik wil graag even de orde van de middag met u doornemen. Dadelijk zal broeder Isaac naar mij een kort woord tot u richten. Hij zal de microfoon overgeven aan de heer Wim van der Donk, die de spreker zal inleiden. Na de toespraak van de heer van der Linden zal het traditionele vat bier worden aangeslagen. Daarna zullen we het walking dinner uitserveren. En we sluiten bij zonsondergang af en misschien zelfs wel later met een heerlijk kaasbuffet. We weten nog steeds niet of we nu wel in een crisis zitten, of een dubbel dip hebben, of een nieuwe of een verlengde crisis. Maar de beursvloer golft ook van emoties en het heeft er veel weg van dat wij er geen invloed op hebben of dat het in ieder geval heel beperkt is. Daarom heeft de gemeenschap in haar eigen wijsheid besloten een vierde P toe te voegen aan het drietal Planet, People, Profit. We vinden eigenlijk dat er te weinig fundament onder de drie zit. Die drie zouden we willen schragen met profoundness, innerlijkheid, diepgang zouden we ervan kunnen maken. Duurzaamheid en verantwoord zijn helemaal van deze tijd. Koningshoeve won er de tweejaarlijkse prijs van de gemeente Tilburg mee. En de drie P's worden hier ook voortdurend genoemd. Maar als ze niet geschraagd worden door een innerlijke overtuiging dat dit de weg is die we met elkaar moeten gaan, dan zijn het lege begrippen. Het geloof in de maakbaarheid heeft zijn tijd gehad. De samenleving kan het ook niet aan. Het milieu heeft er diep onder geleden en we kunnen constateren hoe teer het evenwicht is geworden tussen mens en zijn omgeving.
Vandaar zijn we dus uitgekomen op die profoundness. We kunnen met de drie P's alleen verder als we dat doen vanuit de innerlijke overtuiging dat het echt anders moet, omdat we het willen, omdat we het recht niet hebben de aarde verkreukeld achter te laten voor de mensen na ons. Ik wens u een goed verblijf op Koningshoeven en een nieuw werkjaar waarin er ruimte is voor de vierde P. Aan het begin van het nieuwe jaar, iedereen terug van een buitengewoon zonnige vakantie, ontmoet bestuurlijk, sportief, ondernemend, cultureel, politiek, ondernemend Brabant elkaar hier. Om aan het begin van het jaar te zeggen waarom we het ook allemaal weer deden. En wat voor Brabant de komende decennia belangrijk is. En het is typisch voor Brabant dat we niet alleen met Brabanders zijn hier. We hebben gasten van buiten, vanuit de Tweede Kamer, de politiek, de ondernemingen, internationaal georiënteerd zelfs, omdat Brabant natuurlijk geworteld is in een wereld die al lang niet meer binnen onze grenzen te denken is. Het Brabantse netwerk is open, niet gesloten, is dynamisch, niet alleen strak gespannen, maar heeft veerkracht en geeft ons de mogelijkheid om samen naar de toekomst toe te springen. Het geeft energie, het geeft betrokkenheid, het is hartelijk, het is warm en daarom zo effectief. Ik wou iets zeggen over Europa, dat kan niet anders. En Europa verkeert in zwaar weer. In heel zwaar weer. Aanzienlijk gecompliceerder dan in het verleden. En dan ga ik eerst terug naar de crisis van 73-78, want men vergeet dat. Toen hadden we geen euro. Maar toen was wel de werkloosheid in Nederland tot 15%. En de betaalden de jongeren die een huis leenden tot 12% rente. Toen concurreerden wij in Europa niet op basis van competitie van het bedrijf, maar heel vaak een valuta. Het valutarisico was vaak groter dan het ondernemersrisico. En de overheid was bezig om een defensieve politiek met het behoud van arbeidsplaatsen zonder te denken aan de toekomst. En toen was er een visie in Europa. Toen was de visie, we moeten toe naar die interne markt. Naar één munt. En dat werd gedragen door heel Europa. En dat heeft ook geweldig grote voorspoed gebracht. En wat mij zo bezighoudt is de vraag, waarom zijn we niet in staat in Nederland om die grote voordelen die Europa ons brengt, om die te vertalen naar de burgers? En ik sta hier met 300-400 ondernemers. En ik zou wel eens willen weten hoeveel mensen in uw bedrijf afhankelijk zijn van juist Europa. En we zijn niet in staat in Nederland om dat over het voetlicht te brengen. Voor mij gelden de drie V's. Niet die van toerisme, niet de VVV van Venlo, maar de V van verantwoordelijkheid, vertrouwen, voorbeeldfunctie. En ik denk als we vandaag terugkijken, ook in de huidige samenleving, dat het op die punten heel vaak mank gaat. En of je nu kijkt in de politiek, of je kijkt buiten de politiek, in de gezondheidszorg of in andere instellingen, heel vaak komt het neer op een gebrek aan verantwoordelijkheid, wat leidt tot gebrek aan vertrouwen, en een slecht voorbeeld. Ja, ik zal op zich zijn, maar...